Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe review video waarin ik jullie weer eventjes ga laten zien iets nieuws uit de Lantern Moon lijn. Ik heb natuurlijk al eerder video's gemaakt uit de Lantern Moon lijn en daar komt deze ook bij. En dit is weer een set zoals je kunt zien en dit is dan de Radiance set en dat zijn haaknaalden. Gezien ik dus best enthousiast werd van de tunische haaknaalden, de verwisselbare tunische haakpunten, had ik zoiets. Ik ga ook de standaard haaknaalden eens proberen. Dus die heb ik besteld en dus nu binnengekregen. Dus heel benieuwd. Komt ook weer in zo'n mooi netje, net etuietje. En dan vervolgens in ook weer zo'n hele mooie, ja, katoen linnen etuietje. Dacht ik dat het was. Weer ook weer mooi met geborduurde symbolen erop. Lintje door de rits. Maar dat zijn alle sets in de Lantern Moon lijn. Die zitten allemaal in zo'n mooie etui. En ook hierbij weer een productgidsje. Waar alle producten uit de Lantern Moon lijn in terug te vinden zijn. En deze heb ik dus nu in deze set zitten. Dus laten we eens gaan kijken. Ja, gaat weer makkelijk open, ook zoals je kunt zien. En dan hebben we hier het etuietje met dus de haaknaalden. Nou, ook bij deze set zijn er dus geen maten in de etui aangebracht. Er zitten ook weer extra vakjes in het etuietje. Dit keer zonder extra's. Dus in deze etui zitten alleen de haaknaalden. En de haaknaalden, ben ik ook niet gewend, zitten op een kop erin. Kijk, en dan zie je dus op de haaknaalden Lantern Moon staan. Ik zal hem even draaien. En daarbij dus de maataanduidingen. In deze set zit een maat 4, 4,5, 5, 5,5, 6 en 8 mm. Dus 2, 4, 6 haaknaalden. Nou, dat zijn doorgaans goede maten allemaal. Blijf me er altijd alleen over verbazen dat in dit soort setjes er heel vaak een grote sprong wordt gemaakt tussen de 6 en de opvolgende. Dat is eigenlijk over het algemeen altijd 6 en dan springen ze in één over naar bijvoorbeeld een 8. Terwijl ik denk van, waar is de 6,5, 7, 7,5? Maar goed, daar zal een reden voor zijn dat ze dat doen. Maar ik vind het altijd een bijzonder iets. Maar goed, dit zijn dus de haaknaalden. Het is dus een set van 6 haaknaalden. En de set is dus ook alleen in deze mate verkrijgbaar. Er zijn geen andere sets van de haaknaalden. Mocht je eventueel andere maten willen, dan heb ik ze nog niet los gezien. Alleen in deze set. Dus ook bij de groothandel waar ik deze dus besteld heb, heb ik dus ook geen losse haaknaalden gezien in deze lijn. Misschien dat het nog gaat komen. Maar als je dus andere maatjes wilt, dan is dat voor nu even niet mogelijk. Misschien in de toekomst wel. Want dit zijn dus de enige haaknaalden zo die verkrijgbaar zijn. Geen idee. Ik heb ook niet op de site gekeken of ze er überhaupt los zijn. Maar ik zag ze bij de groothandel dus niet in het assortiment zitten. Dus, geen idee. Maar goed. We gaan eens even kijken. Ik pak even de 4 mm naald. Lantern Moon dus. Maatje G. Dat is de Amerikaanse maat. Met daarbij
4 mm. Dat is de maatvoering die wij natuurlijk altijd hebben hier in sowieso Nederland, maar ook volgens mij in heel Europa. Als ik naar het puntje kijk, is de punt nou, niet volledig stomp, maar ook niet volledig scherp. En de haak zelf ziet er ook uit alsof het draadje er ook gewoon mooi tussen kan komen. En er zit, zoals je hier kunt zien, ook een plat stukje in de naald. Ik hoop dat het een beetje overkomt op beeld. Kijk, er zit dus een plat stukje in. Daar kun je dus je duim op leggen. Of eventueel, als je op een andere manier haakt, vasthouden. Dat gaat zo dan. Kan je dus op het plat stukje vastpakken. Ik moet in die pechgreep altijd nadenken, hoe pak je hem nou ook alweer vast? Want ik ben dus gewoon echt een mesgreep op zijn janboerenfluitje, zoals ik dat noem. Mocht je eventueel een klein tunischwerkje hebben, bijvoorbeeld antralak haken of wat dan ook, dan zou je deze naald er ook prima voor kunnen gebruiken, want hij is dus voor de rest helemaal hetzelfde qua formaat. Nou, net zoals alle andere naalden in de lijnen van Lantern Moon is dit ook in ebony hout gemaakt. Ebbenhout, dat is stevig hout. Ik heb volgens mij in mijn andere video's wel benoemd dat als je dit langer gaat gebruiken, dat het misschien nog wat gladder gaat worden en misschien ietsjes kan gaan buigen. Maar dat zijn dus kwaliteiten die dit hout niet heeft. Vaak is het met andere houten onderdelen altijd wel zo dat het op een gegeven moment nog een klein beetje gaat vormen naar het gebruik. Maar dat is bij dit materiaal dus niet zo, want het is een van de stevigste houtsoorten die er zijn. En het splintert daardoor ook veel minder gemakkelijk. Dus het is ook echt van heel stevig materiaal gemaakt. Er zit wel iets flexibiliteit in. Ik ga natuurlijk niet al te hard. Want dan weet je zeker dat hij knak zegt. Uiteindelijk kan alles natuurlijk stuk. Maar met een beetje normale spanning zit er dus wel wat flexibiliteit in. Ik vind het altijd een beetje eng om met houten naalden te haken. Ik ben er ook niet echt een hele grote fan van. De Knit Pro Symphony, daar heb ik dan ervaring mee. Maar mijn ervaring daarmee is dat dat behoorlijk stroef is. En ik heb dus zelfs een keertje met haken, een klein maatje, het dus ook gehad dat dus gewoon de naald of de haakkop afbrak. Beetje jammer natuurlijk. Dus dat maakt het dat ik gewoon niet zo'n grote fan ben met houten haaknaalden. Maar gezien de Tunische haaknaalden mij enorm goed bevielen, echt verrassingwekkend gewoon, had ik zoiets van, ik ga deze ook gewoon proberen. Dus ik heb even een klein bolletje softfun erbij gepakt. En dan gaan we daar eens eventjes mee testhaken. Want op basis daarvan kan ik besluiten of deze haaknaalden mij ook gaan bevallen. Want ik heb altijd een beetje een vreemde manier van haken. Altijd op beeld probeer ik normaal te haken, zeg maar. Maar privé haak ik apart. Heb ik de haaknaald zo vast, zo of ja, verschillende manieren. Maar wat ik nu eigenlijk al zie, als ik de haaknaald dus vastpak zoals ze hem eigenlijk voorschrijven, dus op dat platte stukje, heb je kort stukje naald. Vind ik dat op zich niet zo'n enorme ramp, want ik ben toch altijd wel iemand die vrij op de punt aan het werken is. Maar daarmee, de naald is wel lekker lang, dus hij is voor mij ook gewoon, zoals je kunt zien, handvullend. En ik heb best grote handen. En dat is voor mij heel erg fijn, want dat maakt het dus ook mogelijk om voor mij die naald raar vast te pakken. Ik doe dat dus nog regelmatig, dat ik dus ook echt zo zit te haken. Vraag me niet waarom, dat is iets wat ik mezelf aangeleerd heb op de een of andere manier. Maar dat kan dus prima met deze naald ook. Zou ik zo gaan haken, heb ik dus ook niet het risico dat dat hier gaat lopen irriteren. Zo op het eerste oog dan. Dat gaan we natuurlijk eventjes ontdekken als ik ga haken. Dus ik ga gewoon eventjes wat steken opzetten. Ja, wat me gelijk opvalt, en dat is logisch ook natuurlijk,
is dat dit wel wat stroever haakt. Ik ben echt een groot fan van haken met metaal, omdat het gewoon lekker werkt, vind ik. De steken glijden gewoon lekker snel en makkelijk over je haaknaald heen. Eigenlijk nooit dat het stug is of iets dergelijks. En ik merk dus wel, omdat dit hout is, dat dit wel ietsjes stroever werkt. Dus dat zou betekenen in dit geval dat ik dan wel eventjes mijn draadspanning wat losser kan doen. Om niet al te strak te haken. Ik ben van mezelf een strak haker. Ik merk dus ook gelijk al dat de naald hier nagenoeg niet langs mijn hand aan het schuren is. Dus dat irriteert inmiddels gelukkig niet. Dan gaan we even stokjes haken. Omdat je daar over het algemeen meer beweging mee maakt met de haaknaald. Moet je echt heel erg wennen aan het feit dat dit dus wat stroever werkt vanwege het hout. Maar op zich, het haakt niet vervelend. Dit is weer zo'n typische haaknaald waarvan je zegt van op het eerste oog van, nou, ik weet het niet. Ik zit dus nu ook gewoon dat ik denk van ja, op zich, het gaat. Maar het heeft niet mijn voorkeur. Maar ik denk als ik hier wat langer mee ga haken, dat ik het wel wat fijner ga vinden om mee te haken. Het kan ook wezen dat een andere draad misschien ook wat prettiger gaat werken. Ik heb dan nu de Softfur van Scheepjes en dat is een katoen acryl mix. Dus het kan best wezen dat een acryl zegt van nou, ik hou niet zo van het hout. Daarom ga ik eventjes lekker wat stugger zijn. En dat het katoen zoiets heeft van, oh, ik vind het eigenlijk wel prima. Dus het zou zomaar kunnen dat ik bijvoorbeeld met een katoendraad hier perfect mee kan haken. En bijvoorbeeld met een 100% acryldraad gewoon echt een drama heb. Of misschien een wollen draad. Dat kan natuurlijk ook, want je hebt zoveel verschillende draden. En elke naald reageert weer anders op een draad. Ook dat nog eens. Het is niet eens alleen de hand van haken, maar ook het materiaal van de haaknaald en het materiaal van de draad wat je gebruikt, het heeft allemaal wisselwerkingen op elkaar. Dat maakt het dus ook altijd erg lastig om een advies te geven over haaknaalden, want dat heeft echt allemaal te maken ook met persoonlijke voorkeuren, je hand van haken, het materiaal wat je gebruikt. Elke haaknaald reageert gewoon weer anders. Maar ik ga me niet negatief uitlaten over deze naald. Want ja, ik zou niet weten waarom. Voor iemand die echt een hekel heeft aan het haken met de houten naalden, dat heb ik echt, en daar hou ik gewoon echt niet van, vind ik dit echt reuze meevallen. Maar dat had ik ook al dus met die Tunische haaknaalden, dat ik me daar ook echt over verraste. Dat ik dacht van oké, dat haakt eigenlijk best prima. Dat heb ik dus met deze naalden ook. Ze liggen op zich lekker in de hand. Ondanks dat ik dus eigenlijk ook niet een haker ben met dit soort naaldjes. Dit is eigenlijk voor mij, nou, dit is te doen. Maar liever niet. Ik ben echt meer van de ergonomische haaknaald. Dus echt met een handvat eraan nog. Omdat dat vanwege mijn grote handen gewoon even wat prettiger in de hand ligt. Kijk, en om dat beter te kunnen beoordelen, moet ik even wat langer gaan haken met deze haaknaald. En ook even op een wat sneller tempo gaan haken. Want dan kan ik daar echt heel goed over gaan oordelen. Maar zo op eerste indruk kraak ik het niet af. Zou ik hier snel voor kiezen? Nee. Dat zeg ik, ik blijf gewoon wel echt groot fan
van metalen haaknaalden. Misschien met een ander soort draad, dat ik dan zoiets heb van, joh, dat werkt gewoon echt perfect. Sowieso natuurlijk altijd een overweging waard om nog met een katoen draadje te proberen. En met een wollen draadje en dat soort dingen. Om te kijken of dat allemaal nog verschil gaat geven. Maar op zich, voor een houten naald, ben ik gewoon wel positief verrast over hoe het haakt. Normaal gesproken met een hout of met een metalen haaknaald nummer 4 zou ik dit dus ook echt stukken strakker gehaakt hebben. Maar ik heb dus nu mijn draadspanning iets losser gedaan, waardoor ik dus ook echt vele malen losser haak dan normaal gesproken met dit draadje op een naald 4. Dus dat geeft mij sowieso wel ook een tipje van, je kan je draadspanning evengoed wat strakker houden om wat strakker te kunnen haken. Maar op zich, hoe de steken eruit komen te zien, ben ik niet geheel ontevreden. Het is gewoon wel een los haakwerk. Dus al zou ik deze draad gebruiken met deze naald, zou ik er dus eigenlijk liever voor gekozen hebben om een 3,5 te gaan gebruiken. En dan had het eventjes ietsjes strakker geweest. Maar op zich voor een lekkere luchtige sjaal is het prima te doen. Goed. Ik ben niet negatief over deze naalden. Ik ben evengoed best wel verrast over hoe goed ze toch best haken voor iemand die echt groot fan is van metalen naalden en dus gewoon echt niet van houten haaknaalden houdt. Ik kan deze best gebruiken. Stel, ik heb eventjes geen andere haaknaald in de buurt en ik wil wat op gaan zetten en ik heb deze in de buurt. Joh, dan zou ik ze wel pakken. Ik zou ze niet afraden, afzweren. Maar ik zou ze voor nu niet gauw als eerste naald gaan gebruiken en pakken om mee te gaan werken. Maar ik zeg, ik kraak ze niet af. Mocht jij wel houden van het haken met een houten haaknaald of een bamboe haaknaald bijvoorbeeld, dan zul je deze haaknaald ook echt wel heel prettig gaan vinden. Nogmaals, je hoorde het net ook zeggen, haaknaalden adviseren is gewoon heel erg lastig, omdat het van heel veel invloeden afhankelijk is. Je hand van haken, je persoonlijke voorkeuren, hoe hou je een haaknaald vast, wat voor materiaal gebruik je, wat ga je ermee maken, een amigurumi of een deken of een kledingstuk of iets dergelijks. Allemaal factoren wat dus kan je keuze op een haaknaald kan gaan beïnvloeden. Daarom zeg ik ook altijd van probeer gewoon meerdere naalden en kijk wat gewoon voor jou het beste past. Daarom heb ik deze video ook gemaakt om eventjes te laten zien wat deze haaknaalden zijn, wat ik er een beetje van vind. Hoe ze een beetje aanvoelen. Ja, het is sowieso natuurlijk lastig om het te vertellen hoe het aanvoelt als je het zelf niet kan aanvoelen. Maar dat zeg ik, het is een set die ik zeker niet zou afraden. Mocht jij een fan wezen van haken met houten haaknaalden of bijvoorbeeld plastic haaknaalden. Want er zijn ook mensen die vinden het heerlijk om met plastic haaknaalden te werken. Of acrylnaalden. Nou, mocht dat het geval zijn, dan ga je ook echt zeker weten hier wel plezier van beleven. Omdat het toch eventjes iets stroever is, heb je dus ook wat meer grip op je werk. Ik ben er dus geen fan van, maar goed. Smaken verschillen. Mocht je deze set nou zelf eventueel willen gaan aanschaffen naar het zien van deze video, dan adviseer ik je eventjes om te gaan googlen. En google dan op, ik pak hem er eventjes bij, Lantern Moon Radiance. Want dat is dus de set zoals die heet in de lijn van Lantern Moon. Dan kan je daarop googlen en dan kun je dus een winkel naar keuze tegenkomen om hem aan te schaffen. Mocht je eventueel zoiets hebben van ja, alles leuk en wel, maar ik heb liever een stenen winkel waar ik het kan gaan kopen. Uiteraard top, want juist door in de stenen winkels te gaan shoppen behoud je die winkels ook natuurlijk. Maar deze zullen niet standaard in het assortiment van de stenen winkels opgenomen zijn. Maar
Mocht jouw winkel NetPro in het assortiment hebben, dan kunnen ze deze set eventueel ook voor jou gaan bestellen bij de groothandel. Deze gaan ook per stuk. Ik heb eerlijk gezegd niet heel erg goed gekeken naar de prijs van deze set, omdat ik hem ook zelf bij de groothandel ingekocht heb. Dus de prijs die ik ervoor betaal is iets anders dan dat je er in de winkel voor betaalt. Maar als je daar eventjes op gaat googlen naar deze set, dan vind je gauw genoeg ook de prijs van deze set. Het is wel een luxe set, omdat het een stevige houtsoort is. En Lantern Moon is echt wel een label wat niet in het lage segment zit, maar meer richting midden-hoog segment gaat. Dus het is iets prijziger dan de haaknaalden andere merken waar wij veel mee werken ook. Dus houd het wel eventjes in je achterhoofd. Maar mocht je meer informatie willen hebben, ga dan eventjes googlen op Lantern Moon Radiance Set of Lantern Moon Haaknaald. Daar kun je het ook op vinden. En dan kun je daar vast en zeker meer informatie over terugvinden. Dus dat is de Lantern Moon haaknaalden set. Ik vind ze prettig. Ben er niet bijster enthousiast over, omdat ik dus gewoon echt geen fan ben van haken met een houten haaknaald. Ik begin er helemaal van te stotteren. Maar ik kraak ze ook echt zeker weten niet af, want het zijn ze echt niet waard. Het zijn gewoon wat dat betreft wel prettige naalden. Ik denk ook dat als ik er eventjes wat vaker mee ga haken, dat ik misschien eventjes wat meer plezier eraan ga beleven ook. En dat ze dan misschien ook wat prettiger gaan haken voor mij. Soms moet je ook gewoon eventjes een haaknaald leren kennen en inhaken. Dan kun je er beter mee overweg. Dus schrijf ze niet gelijk af. We moeten gewoon eventjes wat vaker mee gaan haken. Dit is gewoon eventjes een eerste impressie. Klein stukje testhaken om jullie een beeld te geven hoe deze haaknaalden zijn. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Mocht het zo zijn, geef even eens een duimpje omhoog op deze video. Dan maken jullie mij heel erg blij mee. Waar je me ook heel blij mee maakt, is als je je eventjes gaat abonneren op mijn kanaal door op de abonneerknop hieronder te tikken. Als je daar dan op getikt hebt, dan verschijnt ook een belletje. En als je daar nog eventjes een tikje op geeft, dan krijg je in het vervolg ook nog een melding als er een nieuwe video verschijnt. En dan blijf je dus lekker op de hoogte van alles wat zich afspeelt op mijn kanaal. En laat ook vooral gewoon gezellig een reactie achter wat je van deze video vond. Heb je er wat aan gehad? Overweeg je misschien om hem ook te gaan kopen? Laat het gewoon even gezellig weten onder in de reacties. Dan lees ik die ook vanzelf terug. En dan zeg ik voor nu in ieder geval dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik had hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dit is inmiddels alweer een review voor een haaknaaldenset in een hele rits met de haaknaalden die ik al gereviewd heb. Dus ik hoop echt dat jullie er wat aan hebben gehad. Mocht je eventueel nog op jouw lijstje een haaknaald of iets dergelijks hebben waarvan je denkt van, joh, Mike, kan je daar misschien ook eventjes wat meer over vertellen? Laat het ook gewoon eventjes weten, want daar sta ik ook zeker weten open voor. Laat het gewoon lekker weten. En dan zeg ik voor nu in ieder geval dank jullie wel voor het kijken. En tot kijk in een volgende video. Doeg!